Goedemorgen en welkom bij het SchoolTV Weekjournaal. Het is een bijzondere dag vandaag. Eigenlijk een soort verjaardag zou je kunnen zeggen. Want vandaag bestaan de rechten van het kind precies 20 jaar. Bijna alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben die rechten ooit afgesproken met elkaar. Ze zeggen dat alle kinderen op de wereld dezelfde rechten hebben. Bijvoorbeeld recht op onderwijs, recht op genoeg eten, recht op een dokter en recht op bescherming, om maar wat te noemen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Over de rechten van het kind in Nederland en hier in Zambia, Afrika. Children everywhere have the same right. I have the right to health. I have the right to education. In Zambia zijn heel veel mensen besmet met het HIV-virus. Veel kinderen worden ermee geboren. Hun moeders waren tijdens de zwangerschap al besmet. Come in, please. Ja. Oké. Ja, so this is it. This is my place. Oké. Okay. So, right now. This is where you live. Yes, this is where I live. Yeah? My home for a long time. Hello. Hi. You're welcome. Thanks. I'm Jure. Okay. Nice to meet you. My pleasure. So, my you pleasure. Are Mizumi's uncle? Yes, I'm his uncle. He's my uncle. I've heard about you. Yeah. You're welcome. Yeah, thank you. Yeah. Okay, please. I live with my uncle, the one I've been living with since my mother left. She's a nurse in the United States. And how old were you when she left? I was about 9 or 10. Yes, my uncle, that's the youngest in my mother's family. He was the one who took care of me. And then my cousin, so we stayed, the three of us. Mizumbi heeft HIV, maar zit niet bij de pakken neer. Hij wil graag dokter worden en daarvoor moet hij veel leren. Zijn oom is leraar en helpt hem daarbij. Would you be in a position to tell me what they are? Mm-hmm. Okay. Which is the first one? Which is the first one? Mars. Okay. Mars and which is the last one? Pluto. Okay. Pluto. Okay. So this one actually is the it is actually the one that is the furthest. This is the furthest from the sun. Yes, from the sun. It is our African tradition that you take care of your elder sisters or your brothers' children on board, so that you look after them. Mizumbi heeft het HIV-virus. Een virus waarvan je nooit meer kunt genezen. Hij moet medicijnen hebben, zodat het HIV-virus niet overgaat in de ziekte AIDS. De Zambiaanse regering geeft deze kinderen medicijnen. Mizumbi neemt nu al 4 jaar lang, 2 keer per dag, zijn pillen. Every time I take my medicines, I think about my status. So sometimes I think, oh, maybe it's good for my life. Or maybe sometimes when I'm upset, that's when I think, why me? Als Mizumbi niet studeert en even wat vrije tijd heeft, geeft hij voorlichting aan andere kinderen. Hij vertelt dan hoe je ervoor kunt zorgen dat je geen HIV of AIDS krijgt. And sometimes you can get HIV from your mother. How can you prevent HIV AIDS transmission from mother to child? You can prevent HIV transmission from mother to child when the mother is pregnant. She has to go for see the doctor and test for the HIV. When she's found positive, the mother will be given medicines to protect the baby in the womb. Mizumbi doet er dus alles aan om andere kinderen te vertellen over HIV en AIDS. Hij vindt dat kinderen die HIV hebben dezelfde rechten moeten hebben als alle andere kinderen. Hij vecht dus voor het recht op een gelijke behandeling. I have the right to health. Jure ontmoet ook Luyando. Hij gaat met hem mee naar huis. Luyando is 13 jaar. Hij is een van de kinderambassadeurs van UNICEF in Zambia. Okay, can I meet them? Als kinderambassadeur kom je op voor alle rechten van het kind.
Je luistert naar de wensen van kinderen en praat hierover met de mensen van de regering. Thank you. Welcome. Thank you. So you're Leanne's father? Oh yes. Oh, nice to meet you. You're right. And your wife, hello. Yeah, this is my wife. My name is Jill. You are an ambassador for UNICEF. What does that mean? For I represent children who are underprivileged, don't they? Who can't voice out. I voice out for them. I would like to achieve something that will let children stop suffering as they are suffering now. Good morning, my fellow students. Good morning. Good morning. My name is Luyando. Today we are going to look at child rights. Child rights are important to we children. As we are here, if you couldn't have the right to education, you couldn't have been here. Child rights are important to know because you can teach your friend who doesn't know about child rights. So let us cooperate as children. Thank you. One of the child rights is the right to education. Yes. What's the situation here in Zambia? Many children are going in school, but at the same time, there are many children who are not going to school, who are even many than those, you see. But because of the things, maybe the facilities they want you to offer, you can't afford to do so just because you don't have money. We need a light. We need a light to set us free. We need a light. Zambia wouldn't have been poor like this, as it is one of the poorest 10 countries in the world. So if they were educated people, it wouldn't have been like this. And so education is important for being successful of our nation. Rights! Once our rights, rights cannot be taken away from us. Rights! Our empowerment. Rights! Give us our freedom. Ladies and gentlemen, we live in a democratic country, a country purported to be civilized. Domesticated, domesticated, domesticated. We need our rights. We need our rights. We need our rights to set us free. Ja, zoals Mizumbi en Luyando hier in Zambia zijn er over heel de wereld kinderen die elke dag problemen hebben met hun rechten. En vaak gaat het om rechten die bij ons in Nederland heel normaal zijn. Bij ons mag je naar school, sterker nog, dat moet. Er is geen oorlog, er komt water uit de kraan en er is genoeg te eten. Maar toch is er ook in Nederland nog werk aan de winkel als het gaat om kinderrechten. Ja, ook in Nederland valt er dus nog heel wat te verbeteren aan de kinderrechten. Zo heb ik nu een afspraak met Anouk. Met haar gaat het een half jaar geleden niet goed. Ze zit flink in de knoop en heeft eigenlijk dringend hulp nodig. Eigenlijk zou ze naar een tehuis moeten waar ze over haar problemen kan praten. Maar die hulp, die krijgt ze niet, want er is nergens plek voor haar. Uiteindelijk kan ze wel ergens terecht. Maar dat is geen tehuis, maar een gevangenis. Ja, inmiddels is Anouk gelukkig weer uit die gevangenis. En hier woont ze. Kijk, Anouk. Ik hoor wat. Ja, hi. Goedemiddag. Hallo, ik kom van Anouk. Dan heb ik een vervelend bericht. Wat dan? Ze is weggelopen. Ze is weggelopen? Ja. Dus ze is niet thuis? Anouk is niet thuis. Dus kunnen we haar ook niet interviewen. En het is niet de eerste keer dat ze is weggelopen. Dat komt volgens haar moeder omdat Anouk steeds niet de hulp krijgt waar ze recht op heeft. Al eerder spraken we met Anouk. Dit is het verhaal zoals Anouk het ons verteld heeft. Een verhaal over 2,5 maand afzien in een jeugdgevangenis. Ik werd door een politiewagen opgehaald. En ik voelde me eigenlijk een boef. Ik vroeg me steeds of waar ik heen zou gaan. Zes uur lang. Het leek wel of er geen eind aan kwam. Toen kwamen mensen van jeugdzorg. Die mensen had ik nog nooit eerder gezien. Zij zeiden, je moet gesloten. Ik
Ik had geen idee wat ze daarmee bedoelden. Je ziet allemaal tralies, hoge muren en bewakingscamera's. Overdag zat ik op school met andere mensen die net als ik hulp nodig hadden. En met criminelen. Na een week kreeg ik eindelijk een tv op mijn kamer. Maar na 11 uur moest die uit. En daar zat ik dan, helemaal alleen. Ik werd gek daar. Ik zat de hele tijd met dezelfde mensen. Vind je het gek dat ik dan chagrijnig word? En dan werd ik wel eens naar mijn kamer gestuurd. Ik wilde weg daar. Met hulp van mijn ouders is dat gelukt. De rechter vond ook dat ik gewoon weer naar huis mocht. Die tijd in de gevangenis, wat heeft dat met Anouk gedaan, denkt u? Nou, en ze is daar gekomen en ze zat daar achter 6 meter hoge muren met prikkeldraad erop en opgesloten in een cel. En ja, ze is zich helemaal lam geschrokken. Ze was eigenlijk gewoon een gevangene, alsof ze iets misdaan had. Ja, ja, maar goed, ja, zo is het ook, alsof je iets misdaan hebt. Want diezelfde kinderen die iets misdaan hebben, die zitten daar ook. Die, ja. Die vallen onder datzelfde regime. Ja, dezelfde regels. Ja. Meneer Rauwvoet, in dit programma volgen wij dit meisje. Zij heet Anouk. Anouk. En zij is 13 jaar. Wat denkt u als u dit ziet en hoort? Voor meisjes als Anouk en anderen is het vaak van belang dat ze wel met de deur dicht ergens kunnen zitten en een goede behandeling krijgen. Dat hadden we niet. Dat hebben we nu wel. Maar dat hebben we niet in één keer genoeg. Want dan moesten we nieuwe gebouwen neerzetten, instellingen maken. En we hebben met elkaar afgesproken en daar zet ik me voor in. En dat gaan we ook doen. Dat vanaf 1 januari aanstaande meisjes zoals Anouk niet meer in gevangenissen of in justitiële jeugdinrichtingen, heet het met een heel moeilijk woord, maar terechtkomen. Maar in zorginstellingen waar ze precies dat zorg krijgen die ze nodig hebben. Ja, nou, er moet nog een hoop gebeuren aan de kinderrechten. Zowel hier in Nederland als in Afrika. Dit was het Grote Verwerkjournaal. Tot volgende week. Meer weten over kinderrechten? Kijk dan vanavond naar het Jeugdjournaal.